Nou, meneer Molmans. Ja, bij de Oude Eik. Bij de Oude Eik. Metersnoek, we gaan hem zo even meten. Maar hij valt in de categorie stoeprand. Mooie vis. Absoluut. Hele mooie vis. Top. Dan komen we samen op zo'n cameraatje. Nou Frans, de tweede vandaag. Mooi vis. Zout, beetje peper. Schalen ze door het ei. Gaan ze in het paneermeeltje. Dan komen ze uiteindelijk hier het pannetje terecht. De vruchten des velds. Heerlijk. Hoeveel snoeken? 25. 25 inmiddels. Het is onze derde dag. En ja, je ziet, het is prachtig. Zoals Frans het voorspeld had. Geen weer om je jas aan te trekken. Alhoewel, sommige mensen hebben dat wel nodig hoor. Dat doen we zo aan. Maar het is prachtig weer. We vermaken ons uitstekend. We missen Luc natuurlijk wel heel erg. Ja, maar dan hoofdzakelijk voor het landen en het sjouwen van het anker en het sjouwen van de motor en dat soort dingen. Ja. En, maar voor de rest, ja, ook wel hè. Ja, zeker. Zeker Luc hoor. Prachtige blafstille morgen.
daar hoef je dus niet op het anker. Nee, en een klein beetje geleien. Ja. Dan kan je op een fantastische manier aasvis vangen. Jammer van die snelweg. Huh? Ja. Voor jou is dat een teken dat je toch nog in de buurt van de beschaving bent, hè? Ik heb het gewoon binnen.